En daar is hij, Tom Beugelsdijk in Velzen-Zuid voor zijn eerste wedstrijd. Dus in het shirt van Helmond Sport. Telstar, overigens niet goed aan het seizoen begonnen. Met 1 punt uit de eerste 3 wedstrijden. Onder andere die dikke nederlaag tegen PEC Zwolle. Dit is na iets meer dan 10 minuten de eerste overtreding van Beugelsdijk. En dat levert ook meteen een gele kaart op van scheidsrechter Eigelsheim. Maar Helmond Sport voetbalt heel aardig in de openingsfase. Flinke kans voor Martijn Kaars. Aanval van Helmond Sport zit er dan nog niet op. Want uiteindelijk komt de bal voor de voeten hier van Brian van Hoven. Die heeft een goede individuele actie. Loopt er makkelijk langs bij Aktas. Die terug is in de ploeg bij Telstar. En Helmond Sport komt op voorsprong. Binnen het kwartier de voorsprong voor de formatie van Sven Swinnen. Eerste doelpunt in dienst van Helmond Sport voor Brian van Hoven. Dan de slotfase van de eerste helft. Oh, wat een fout. De fout van Beugelsdijk, afgestraft door Blommestein. En dan staat het 1-1. Blommestein, die ook voor Telstar scoorde in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Enorme misser van Beugelsdijk kost Helmond Sport hier een doelpunt. Tweede helft dan. Met actie van Seedorf. Apau. En dat is een strafschop, zegt de scheidsrechter. Een overtreding van Van Hoven. Daar lijkt toch bijzonder weinig aan de hand. Speelt hij niet gewoon de bal, maar de scheidsrechter is overtuigd. Dus gaat de bal op de stip, Plet achter de bal. En raak. Tweede doelpunt van het seizoen voor Plet. Die ook scoorde tegen Willem II. Telstar boekt de eerste zegen en wint van Helmond Sport dat aan het seizoen begint met 4 nederlagen.